Hij is goed weg, Merritt. Sneller dan Richardson. Merritt aan de leiding. Gaat nog altijd goed. Richardson jaagt hem op. Merritt is helemaal los. En nu is het kijken naar de eindtijd van Merritt. Het wordt 12.81. Wereldrecord. Er is Merritt. Het is zover. De Memorial heeft opnieuw een wereldrecord. Het 14e. En dit is schitterend. En nu beseft hij het ook. Er is Merritt. Geweldig. Omstandigheden zijn fantastisch. 0,3 meter rugwind. Klein beetje rugwind, dus het had misschien nog iets sneller kunnen. Wordt hier nog gecorrigeerd naar 12.80. Dit is de nieuwe heerser op de hoge horde. We schrijven het op. 12.80 is het nieuwe wereldrecord op de hoge horde. Hier is veel mogelijk op deze snelle piste hier in Brussel. Mooi voor de foto's. 12.80.